Beste kijker en luisteraar, wij zijn wederom in uw huiskamer met het journaal van de Nationale Assemblée. En nu presenteren wij een samenvatting van de openbare vergaderingen van maandag 27 en dinsdag 28 november 2017. Het parlement heeft op 27 november een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwet, houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2018, wet staatsbegroting 2018. Op 27 november is de vergadering rond 3 uur 's middags geopend door assembleevoorzitter Jennifer Geelings-Simons. Daarna is de voorzitter van de commissie wet staatsbegroting 2018, het lid Amzat Abdul, ingegaan op overheidsinkomsten en uitgaven, het begrotingstekort en de subsidies van de overheid. Dan hebben we onder de hamer de behandeling van de ontwerpwet, houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2018, wet staatsbegroting 2018. Commissie van rapporteurs, de leden Abdul Gayadin, Sang, Poki, Waterberg, Breveld, Vreedzaam, Waidu, Asadang, Rusland, Sapoen, Consalve, Chardin, da Ponte, Cotino, Matura en Duki. Het is een grote commissie omdat het de hele staatsbegroting betreft die nu voor het eerst als één wet wordt behandeld. Ik heb bij de aanvang van de vergadering aan u gezegd dat ik uitkeek naar de documenten en die zijn intussen in de vergaderstukken onder O58. De antwoorden van de verschillende ministers, Minbisa, kabinet vicepresident en minister RO enzovoort. Een aantal ministeries hebben uitgebreide antwoorden gestuurd op vragen die de commissies hebben gesteld. Ik vraag wel uw aandacht daarvoor, zodat wanneer u op een bepaald ministerie wil ingaan, dat we toch ook kijken naar wat het antwoord is geweest van de minister. Mag ik nu de voorzitter van de begrotingscommissie, lid Abdul, vragen het woord te voeren? Voorzitter, de begroting. De begroting over het dienstjaar 2018 ziet er als volgt uit. Het totaal van de overheidsinkomsten voor het dienstjaar 2018 is geraamd op 7,1 miljard. Afgerond, voorzitter, ik ga alles afronden. Het totaal van de overheidsuitgaven is geraamd op 8,6 miljard. Afgerond. Het begrotingstekort bedraagt derhalve 1,4 miljard. Afgerond, oftewel 5% van het BBP conform de wet op staatsschuld. Als we kijken naar de totale inkomsten, voorzitter, de totale inkomsten, geraamde inkomsten van 7,1 miljard voor het dienstjaar 2018 is als volgt opgebouwd. Directe belastingen voor 1,5 miljard SRD, indirecte belastingen 2 miljard SRD, niet belastingontvangsten 1,9 miljard SRD en leningen en schenkingen, welke traditioneel geweest ook op de begroting zijn opgebracht als inkomsten voor 1,6 miljard SRD. De regering moet haar subsidieverplichtingen na te komen. Maar de regering haalt niet eens genoeg belastingmiddelen en niet-belastingmiddelen om de andere verplichtingen na te komen, mevrouw de voorzitter. Het aspect van subsidie dient grondig hier besproken te worden. Ik ga u zeggen, voorzitter, ik ben geen voorstander dat de regering parastatalen subsidieert die een dienst verlenen. En geen, ik zou niet zeggen geen bijdrage leveren aan de staatskas, maar dat is ook zo. Waarvan de directeuren meer verdienen dan de president van de Republiek Suriname? Brengt u de hele parastataal of de stichting onder uw ministerie als een afdeling? Toch? We subsidiëren ze voor miljoenen. Ik heb een aantal stichtingen opgenoemd hier, voorzitter. Gaat u na hoeveel de directeuren bij die stichtingen verdienen, voorzitter? U bedoelt de stichtingen, u bedoelt niet parastatalen zoals Staatsolie die dan geld binnenhalen. U bedoelt bijvoorbeeld? NVB, ik bedoel bijvoorbeeld NVB, gewoon diensten verlenen en dergelijke. Om en die verdienen? Meer dan de president? Meer dan de president, voorzitter. Gaat u het na? Meer dan de DNA-leden, oké. Voorzitter, bij mij gaat het erom. Wij moeten hier in de Nationale Assemblée dit aspect met elkaar discussiëren, voorzitter. We moeten goed ernaar kijken. We moeten goed ernaar kijken. En voorzitter, het zijn
De leden, wanneer een stichting niet op tijd haar subsidies krijgt, opstaat en aan de regering vraagt, wanneer gaat u het voor hem storten? Wanneer gaan ze het voor hem storten? En het gaat misschien niet eens om beleid die gevoerd worden door de verschillende stichtingen en verschillende parastatale, voorzitter. Het gaat misschien alleen om de salarissen, betalen van de salarissen bij de verschillende stichtingen en de parastatale. Voorzitter, ik neem de minister van Financiën absoluut niet kwalijk wanneer hij hier staat en zegt, ik wil dat financieel verslag eerst zien voordat ik de subsidie vrijmaak. 480 miljoen aan subsidies. Waar het naartoe gaat, laat het volk ook weten hoeveel de regering betaalt voor hun wanneer het gaat aan subsidies en dienstverlening via verschillende stichtingen. Leden van de commissie van rapporteurs zijn ingegaan op de begroting als planningsinstrument, de middelen die nodig zijn en de uitvoering hiervan. Tijdens de vergadering is opgemerkt dat de beleidsissues onderwijs, volksgezondheid en veiligheid ook in tijden van crisis niet verwaarloosd moeten worden. De kwesties spookambtenaren en dubbele salarissen zijn ook besproken. Voorzitter, dat is precies dat ik altijd hier gezegd heb, voorzitter, dat die begrotingen een planningsinstrument is, voorzitter. En wanneer je plant, welke doelen wil je bereiken, wat wil je tot stand brengen en verder welk budget, hoe budgetteer je om die zaken te realiseren. En we zien, voorzitter, dat welke middelen moeten gereserveerd worden en we zien steeds dat wanneer begrotingen uitgevoerd worden, dat hier zaken goedgekeurd worden en uiteindelijk bij de uitvoering andere zaken gerealiseerd worden, voorzitter. Voorzitter, we hebben hier vanmorgen nog die opmerking gemaakt met betrekking tot informatie vanuit de regering. De minister bevestigt buiten de microfoon dat die informatie gestuurd is naar het parlement. Echter heb ik het nog steeds niet gezien. Dus straks ontstaat er een indruk in de samenleving. Die minister heeft die informatie gestuurd. Maar op dit ogenblik heb ik die informatie nog steeds niet ter beschikking, voorzitter. Overigens is onderwijs een erg belangrijke ministerie om veel beleidsissues op te lossen, voorzitter. Echter, ik zie dat niet voldoende terug in de begroting. Ik wil zelfs voorstellen om in het vervolg in de begrotingen standaard een overzicht te presenteren waarin elke ministerie aangeeft hoeveel zij voor een bepaalde beleidsissue in de begroting heeft opgebracht. Dat maakt de integrale aanpak van beleidsissues veel overzichtelijker. In ieder geval de beleidsissues onderwijs, volksgezondheid en veiligheid zijn zaken die we niet mogen verwaarlozen in een crisis. Ik vraag via u de regering hier speciale aandacht voor, voorzitter. Voor wat betreft de middelen van de overheid, meerdere leden hebben vaker de opmerking gemaakt dat er te weinig wordt gehaald uit de niet-belastingmiddelen. We krijgen de indruk dat deze maar niet worden uitgevoerd, maar juist de belastingmiddelen. Kunnen wij een overzicht krijgen van de niet-belastingmiddelen die zijn doorgevoerd door de overheid? Graag wil ik hierbij weer de aandacht vragen voor de kwestie spookambtenaren en dubbele salarissen, voorzitter. Het kost ons land heel veel geld. Laat me duidelijk zijn, ik heb totaal geen problemen met mensen die meerdere salarissen ontvangen, mits ze het werk ervoor doen. Als particulier kun je ook werken bij meerdere bedrijven, daar heeft niemand problemen mee. Want het verschil is, je wordt betaald voor het werk dat je hebt gedaan. Het gaat mij om de personen die een salaris ontvangen zonder dat ze aan het werk verschijnen, voorzitter. Iedereen wil een baan bij de overheid, maar er is een verschil tussen een baan bij de overheid en werken bij de overheid. Door de crisis zijn veel dingen mogelijk geworden bij de overheid, voorzitter. Concreet wil ik vragen, hoe staat het nu met de spookambtenaren en het overtollig ambtenarenapparaat? Kunnen we overzicht krijgen van het aantal spookambtenaren per ministerie? Dan het ministerie van Justitie en Politie. Voor Juspol heb ik eerder de vraag gesteld wat er wordt begroot voor preventie, aanpak en resocialisatie door het ministerie en eigenlijk voor elke ministerie. Specifiek wil ik weten van het ministerie van Juspol, is de begroting voldoende om de veiligheid van de burgers in 2018 te waarborgen, voorzitter? Op dinsdag 28 november is de vergadering om 10:30 geopend door voorzitter Simons.
De leden hebben onder andere vragen gesteld over geld dat is opgebracht voor innovatie van scholen en dienstwoningen in het binnenland, de Alcoa-kwestie en de gezondheidszorg. Mag ik van de minister via u, mevrouw de voorzitter, weten hoe groot het bedrag is voor de renovatie van scholen, lokalen en dienstwoningen in het binnenland? Ik vraag mij af of het gealloceerd bedrag voor onderhoudgebouwen en terreinen, als we letten op het achterstallig onderhoud, niet te laag is. De aanschaf van leermiddelen ten behoeve van het onderwijs is een kostbaar aangelegenheid. Op pagina 500 is voor technisch onderwijs 275.000 opgebracht. En voor het regulier onderwijs 26 miljoen. Gericht op het promoten en de vormgeving van het beroepsonderwijs, vraag ik mij af op grond waarvan die verdeling is gemaakt. Voorzitter, van de regering, de minister van Financiën, wil ik weten hoe het traject van afbouw van de loonbelasting vanaf de introductie van BTW, van het BTW-belastingssysteem, eruit zal zien. Voorzitter, een andere zaak waarmee ik ook blij ben, is het feit dat LVV gestart is met het inzaaien van de nieuwe reisvarianten van Hegron Alesi te Marowijne. Natuurlijk zien we graag dat op korte termijn de andere binnenlandse districten volgen, waar men van oudsher al Hegron Alesi planten. Voorzitter, via u een vraag aan de minister van LVV. Wat is het vervolgtraject voor het planten van de nieuwe varianten van Hegron Alesi in andere districten? We hebben de Alcoa case gehad. Een case waarbij we heel duidelijk hier ook in het parlement standpunten en stellingen hebben ingenomen. En we dachten het zou allemaal vlot en goed verlopen. Ja, tot nu toe, mevrouw de voorzitter, geen duidelijkheid. Mevrouw de voorzitter, we hebben gemerkt dat er een cassavefabriek is opgezet. En Surinamers opgeroepen waren om massaal cassave te planten. Vervolgens go, no go. Mevrouw de voorzitter, de president heeft recentelijk bij de huidige recente viering van Srividenti ook weer opgeroepen te planten. Nou, die oproep was er al voor cassave in het hele land. Toegerust door LVV, mensen van de LVV, deskundigen. En vervolgens gingen de oogsten verloren, want de opkoop vond niet plaats. Verder vraag ik aandacht voor de aanvullende premie, voor de aanvullende premiekosten voor dure operaties, aanschaf van dure medicijnen en dure hulpmiddelen en on- en min vermogenden op de begroting van sociale zaken. En daarvoor, voorzitter, zijn er verschillende begrotingsposten op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken. Mijn vraag, voorzitter, waarom is op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken hierin ingekort, terwijl wij de ambitie hebben om het sociaal beleid topprioriteit te geven? In de eerste kwartaal van 2017 hebben we 271 miljoen geïmporteerd. We hebben 344 miljoen geëxporteerd. Wanneer we kijken richting 2015, de vierde kwartaal, of laat ik praten over tijdens de crisis, 2016, tweede kwartaal, toen bedroeg de importen 312 miljoen en de exporten 460 miljoen. Dus onze exporten in de eerste kwartaal van 2017 is gedropt.
Dus de handelsoverschot is niet ontstaan omdat wij meer exporteren, maar omdat wij minder importeren. Dus wanneer hier gepensioneerden in ons mooi land, waar wij graag oud willen worden, moeten bedelen voor een koopkrachtversterking, dan doet het me pijn, ja. Daar praten we over, niet over Bruinzeel en Wageningen. Wageningen, mensen van SML, de reisreus van het Caribisch gebied, ooit ons trots. Mensen moeten daar doen met 7 SRD, 6 SRD per maand, voorzitter. En we zijn vandaag hier in deze zaal. Wat doen we ermee? Voorzitter Krattenberg te vermelden dat de goudvoorkomens in het district Saramaka de verwachtingen blijven oversteken. Multinational IAMGOLD meldt dat er nog meer goudvoorkomens zijn aangetroffen. Dochteronderneming Roosevelt Gold Mines zal daar extra munt uit kunnen slaan. De zoektocht naar meer voorkomens gaat intussen door. Dat is zeer gunstig voor IAMGOLD en Roosevelt Gold Mines. Wat betekent dit voor Suriname, die voor 30% deelneemt in de joint venture met Roosevelt Gold Mines? Wanneer wordt de joint venture overeenkomst tussen Suriname en Roosevelt Gold Mines gesloten? Mevrouw de voorzitter, wat houdt die overeenkomst in? Welke kosten moet Suriname betalen bij de sluiting van de overeenkomst en hoe gaat dat worden bekostigd? Tot zover het journaal van de Nationale Assemblée. Wij hebben u een samenvatting gepresenteerd van de openbare vergaderingen van maandag 27 en dinsdag 28 november 2017, waarin de ontwerpwet houdende vaststelling van de staatsbegroting van ontvangsten en uitgaven voor het dienstjaar 2018, de wet staatsbegroting 2018, is behandeld. Als u deze samenvatting en openbare vergaderingen nog eens wilt bekijken, bezoekt u onze website op www.dna.sr via onze YouTube-link. Verder kunt u ons ook volgen via kanaal 8.4. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende keer.